Steffi. Gewoon als de supporter, hè? Dat is de sprint, come on! Kom maar, ik zie de video niet, guest. Hey, Nunes! Come on! De twee kopvrouwen weer voor zich uitrijden, maar toch nog een premie, 15 euro, 15 euro geschonken door de sportieve van standvastig dat tempo strak houdt, wat de snelste moet zijn in die groep die zich nu hier aanmeldt aan de finish. Ook voor deze vrouwen dus nog twee ronden, dan kan dit toe, Toelen. En ook zal zij de kleuren van ons land. Ja, ze zullen toch een andere vaartje moeten gaan kappen over het peloton, want er wordt wel hard gekoerst, maar dat doen ze vooraan ook. En als ze hier een paar kilometer voor elkaar, die halve minuut voorsprong dichtrijden, die laatste ronde rond vooraan, hebben ze duidelijk inderdaad de goede trend gevonden. En ja, die Brits King, die maakt toch wel een bijzonder, bijzonder sterke... King, maar ik denk dat het heel moeilijk wordt inderdaad om terug te komen voor Elise Pellemans. Het is inderdaad de Britse King, Daniel King, die het haalt. De lange blonde haren van Kelly Druids, die hier inderdaad het niet haalt. Ik denk... Ik ga me niet uit... We gaan er allemaal voor een einde en we gaan starten van de niet zijn gekomen. Willem, kennen we de winnaars toch niet gaan? En dan schipper van Petergem ook. En dan de fotografen uiteraard, Chris van Melle en dan collega's. Daniel, first of all, congratulations. This is of course is the big speciality, I think, of Daniel King in the Team Pursuit team of the Great Britain. World champion, world record, and now, what's next? Yeah, I'm just over now in Belgium for some road training, and then I go back to Manchester for the track in preparation for the Olympics. And you hope to be in the team also for the Olympics, because this is the most important thing in your life, I think, as a British rider? Yeah, definitely. I hope I'm in the team. So we in Sina, you have a lot of supporters now, and we hope for you that you will be in the team. Dames en heren, een applaus voor Danielle King. En we hopen dat u haar ook gaat steunen, inderdaad, wanneer ze straks op de Olympische baan in Londen gaat rijden.